geef ik tot slot het woord aan de heer De Graaf namens de PVV. Dank u wel, voorzitter. Ja, zo belanden we aan bij de puinhopen van het UWV deel zoveel. En weer was het Nieuwsuur in plaats van het UWV of de minister zelf dat met schokkende feiten komt en laat zien wat er ook nu weer mis is. En weer was het Nieuwsuur dat met die schokkende feiten komt waarbij misbruik met onze sociale zekerheid naar voren komt. Onze sociale zekerheid. De minister is eindverantwoordelijk, maar op de een of andere manier vond hij het waarschijnlijk prima dat er al die tijd criminelen uit binnen- en buitenland gewoon uitkeringen kregen uitbetaald. Na de uitkeringsfout door de Poolse arbeidsmigranten zijn het nu de gevangenen, zeg maar criminelen, veroordeelde criminelen hebben we het over, die door gebrekkige controle onterecht voor duizenden euro's aan uitkeringen ontvangen. De minister sponsort op die manier via het UWV indirect criminelen. En dat gaat als volgt. Veroordeelden... Voorzitter, ik zie al een interruptie komen. Ja, we hebben net begonnen, maar de heer Van Wijnberg heeft een vraag. Ja, voorzitter, want wie stelt, bewijst, heb ik altijd geleerd. En de heer De Graaf zei net, de minister heeft moedwillig laten gebeuren dat deze fouten zijn gemaakt. Sterker nog, daar is hij blij mee. Dat vind ik echt klinklare flauwekul. Maar goed, dat verbaast me niet. Maar wie stelt bewijs? Dus graag een bewijs. De heer De Graaf. Ik zal mijn zin herhalen. De minister is eindverantwoordelijk. Klopt. Maar die vond het al die tijd zeker prima. Zeker. Daar zit zeker in. Dat is geen stelling. Dat is... dat kan de minister straks zelf uitleggen of hij dat prima vond. Dus dat zit ingebouwd in de zin dat criminelen in binnen- en buitenland gewoon uitkeringen kregen uitbetaald. Dat is mijn antwoord. Gaat u verder? Dus het is misschien een taaldingetje of zo. Misschien heeft de heer Wijnberg net iets anders gehoord. De heer Van Wijnberg. Nee, voorzitter. Misschien is dit bij de heer De Graaf, had ik beter moeten weten dan hier gaan staan. Maar de kern is gewoon, ik vind het gewoon niet netjes in een debat waar we allemaal verontwaardigen. De heer De Graaf gaat over zijn eigen woorden. Maar als hij zegt, hij impliceert, dat is natuurlijk gewoon een debattrucje, dat de minister dit allemaal een feestje vindt. Voorzitter, niemand vindt het hier een feestje. Daar kan de heer De Graaf gerust op zijn. Gaat u verder, meneer De Graaf. Ja, ik vind het wel een feest om volksvertegenwoordiger te mogen zijn. En het is natuurlijk inderdaad niet een feest, zoals de heer Van Wijnberg zegt, om hierover te moeten praten. Maar het hoort wel bij ons werk. En zoals de minister eindverantwoordelijk is en orde op zaken moet stellen, is dat weer het werk van de minister. Voorzitter, ik was gebleven bij het gaat als volgt. Veroordeelden die een uitkering ontvangen, die moeten zelf bij het UWV melden dat ze de gevangenis ingaan. Nou, we maar hopen dat het gebeurt. Ook justitie geeft bij de uitkeringsinstantie een melding van alle nieuwe gedetineerden. Op dat moment moet het UWV controleren of daar gedetineerden bij zitten die een uitkering ontvangen en daar gaat het dus mis. Medewerkers van het UWV deden de afgelopen jaren zeker 5 onderzoeken naar het probleem. Ook de Raad van Bestuur wist ervan. En volgens de berichtgeving blijkt uit 1 van die 5 eigen onderzoeken dat van de 2200 gedetineerden met een uitkering er 550 keer is nagelaten die uitkering stop te zetten. De heer Jasper van Dijk van de SP had het daar ook al over. Dat is een kwart van de gevallen. En waar gaat het dan over? Voorbeelden uit de berichtgeving van Nieuwsuur zijn een gevangene die wegens drugshandel was veroordeeld en die moest 102.000 euro terugbetalen omdat hij geen recht meer had op zijn WO. Een andere gevangene moest na 19 maanden in de gevangenis 24.000 euro terugstorten, terwijl deze persoon volgens zijn advocaat zelfs op het adres van de gevangenis stond ingeschreven. Hij stond dus ingeschreven op het adres van de gevangenis. Dan moeten er toch alarmbellen gaan rinkelen, zou ik zeggen. Tienduizenden euro's aan onterecht ontvangen uitkering, alleen al bij deze 2 voorbeelden. En dat is een grof schandaal. Het is hier eerder gememoreerd in de Kamer vandaag. Maar als je denkt dat het allemaal niet gekker kan, kwam deze week de brief van de minister ter voorbereiding op dit debat. En daaruit blijkt dat ook Nederlandse gedetineerden onterecht in het buitenland uitkeringen hebben ontvangen. Waarschijnlijk hebben zelfs voortvluchtige veroordeelde onterecht uitkeringen ontvangen. En daar willen we graag helderheid over, want hoe zou dat in hemelsnaam mogelijk zijn? Voortvluchtige veroordeelden die onterecht uitkeringen ontvangen. Ik herhaal het maar heel even, want het is natuurlijk te ridicuul voor woorden. Waar is de regie van de minister? Dat hebben meerdere al gevraagd, dus die vraag hoef ik eigenlijk niet te herhalen. Om hoeveel gedetineerden gaat het? Zo vraag ik via de voorzitter aan de minister. Gedetineerden die dus onterecht uitkeringen hebben ontvangen. Wat is het totale bedrag dat onterecht is uitgekeerd en hoeveel is daarvan al teruggevorderd en ook terugbetaald? Zijn er wellicht, en dat is een punt wat nog niet vandaag is aangestipt door mijn collega's, en dat geeft niet, dan doe ik het, zijn er wellicht ook uitreizigers naar IS-gebied bij of teruggekeerde jihadisten? Zijn er sowieso terroristen die een uitkering krijgen? En zo ja, hoeveel en voor welke bedragen? Graag vandaag inderdaad de antwoorden op deze vragen. De minister heeft lang genoeg de tijd gehad om het uit te zoeken. Het reces is net voorbij. Voorzitter, we herhalen het weer als PVV. De bezem moet door het UWV.
En mijn vraag is dan ook hoeveel bestuurders de minister op het matje heeft geroepen ondertussen en welke consequenties hij aan het gevoerde wanbeleid heeft gekoppeld. We zijn heel benieuwd. Hoeveel bestuurders zijn er gekapitteld en hebben consequenties ervaren? Dan afrondend, voorzitter. De onthullingen van Nieuwsuur die laten zien dat we echt te maken hebben met een gigantisch probleem bij vooral het UWV. Het is een puinbak. En de manier waarop daarop bij het ministerie actie uitblijft. Alle gevolgen voor het vertrouwen en daarmee de houdbaarheid van ons sociale zekerheidsstelsel van dien. Ik doe hierbij dan ook een oproep opnieuw aan het presidium om een parlementair onderzoek te starten naar het UWV-debakel. En daar zal ik straks in de tweede termijn opnieuw een motie toe indienen. Dank u wel. Dank u wel, meneer De Graaf.